en speurische herinneringen. We zijn hier bijeen omdat we ook voelen dat we met elkaar verbonden zijn, broeders en zusters, en dat wij allen als broeders en zusters God hebben als onze Vader. Hij die met ons meegaat op onze weg door het leven. Welkom, prins Mark de Huste, prins Tigo, en aan u dan een Sietske. Welkom allen. Mogen wij in deze viering iets ervaren van onze nabijheid aan elkaar en aan Gods nabijheid met ons. Het is van harte welkom op deze zonnige ochtend met prins Maarten in Spinnen. We gaan hier een uurtje vieren en daarna vieren we verder tot dinsdagavond. En woensdag en afspraakje halen. Allah! Vraag die naar veel spullen zijn, komen we nog terug. We zien dat de leerlingen bij deze twee groepen anders. Op de deelnemers genieten de volle opname van de voorbereidingen. Samen iets denken en uitbeelden. Het plezier en het heel grote erfenis. Dat doen we ook met deze kamerzaak niet. Want het wordt vanzelf weer morgen. Maar we moeten onszelf verantwoord maken over de koninkrijk en gerechtigheid. Laten we ons dat doen in deze dagen als ze liever de regering te steun houdt. Als we samen werken aan de regering, als we samen een plaatje hebben in ons samen van iedere medemens. Help ons dat ook vasthouden na deze tijd. Dan zal ons Nederland heel wereld worden tot in de koninkrijk. Hebt u dat ook, zo zin in het waars? Ben je daarom neurotisch of ben je daarom dwaas? Zomaar een achterste aap en zweven. Of een rusthuis opnieuw voor christelijk. Het is stierlijk verweerd. 25% aan de Nederlandse banken genereren. Of op paleisjesdijk te vragen, heb je nog oude kleren? Maar wat komt daarvan terecht? Keurig en mooi, denk op nu geen geintjes. Houden wij het mooi, houden wij het fijntjes. Hebt u dat ook? Zo'n zin in vrolijke muziek? Ben ik daar gesmeten? Of ben ik excentriek? Hebt u dat ook? Zo'n zin in een heerlijk feest? Ben ik daar wat vreemd of niet helemaal vergeest? Dat er een dag van hoop, plezier en gezelligheid
Ook kinderen en onschuldige mensen geen reden hebben om een carnavalsfeest te vieren. Omdat ze leven in landen waar oorlog is. Dat daar snel vrede mag komen. Dat er met deze dagen veel mensen eenzaam zijn die geen bezoek krijgen en daarom onze burgerzijers niet in de optocht zien. Dat de eenzaamheid snel voorbij mag zijn. Laat ons bidden. Elk jaar zijn wij als burgerzijgers er trots op dat onze bestoven kerstavond
en samen met Jaak Pontius de heilige mes ons wil leiden. Namens de Spurgeons, maar ik denk ook zeker namens de hele gemeenschap, hartelijk dank daarvoor. In de orde van de Spurrybaan. Als 22 jaar geleden, want dat is traditie.